Hoi, ik ben Basje en ik ben Mino. Okay. Hallo mensen. Vandaag houden wij een interview met de hoofdpersonen uit het boek De Labyrinthrenner. Het boek is geschreven door James Dutchman. Het thema van het boek is actie en avontuur. Hey. We gaan nu een kleine samenvatting vertellen over de hoofdpersonen uit het boek. Ze komen uit een ijzeren kist, komen ze in een ronde cirkel waar ze moeten overleven. Om die cirkel zit een heel groot doolhof en daar gaan ze proberen om te ontsnappen. Ze hebben ook allemaal taken in het doolhof. Zo is de een bouwt huizen en de ander onderzoekt het doolhof. En ik ga je een paar vragen stellen over hoe het was in het doolhof. Waren er aan het begin veel jongens? Nou, er waren heel veel jongens. Er was op het laatst maar één meisje, dat was Theresa. En dat was eigenlijk het enige meisje wat we hebben gehad. Dus voor de rest waren er zeg maar alleen maar vier jongens. Er zijn er ook veel dood gegaan. Ja, heel veel. Ja, er zijn ook een paar mensen, best wel veel mensen dood gegaan. Omdat ja, je moet toch dat labyrinth verkennen. Je komt er niet altijd levend uit. Nee. En hoe was de omgeving bij het doolhof? Nou, de omgeving was, ja, je had heel veel gras en groen en bomen. En je had een paar dieren die je kon slachten om te eten. Ja. Hey. En Albi, wat vind je precies van Thomas? Nou, in het begin vond ik een beetje irritant dat hij best wel nieuw is en hij wist niet om te gaan in het leven hier. Maar uiteindelijk, hij heeft toch voor gezorgd om te ontsnappen uit het labyrinth. Nou. En nu gaan we Thomas interviewen over hoe hij het ervaren heeft in het labyrinth. Hoe is het allemaal begonnen voor jou? Ik begon in een ijzeren lift die heel erg kraakte en het was heel donker. En toen ik boven kwam, kwam er een hele grote groep jongens op me af. En ze behandelden me als een soort nieuweling die niks wist of zo. Ja. En wat wist je allemaal nog toen je uit de lift kwam? Het enige wat ik eigenlijk wist van mijn vorige leven was mijn eigen naam. Thomas, hoe voelde jij je precies toen je er voor het eerst was? In de lift voelde ik me vooral heel bang. En nou, op het veld een beetje machtig gesteld als een klein kind. Oké, dus je voelde je niet thuis op je gemak? Nee, dat is niet. Maar waren die jongens wel aardig voor je verder na een tijdje? Na een tijdje begon ze me denk ik wel een beetje te respecteren. Ja, dat is mooi. Zeker. Hoe kwamen jullie allemaal in het labyrinth terecht? Kwamen jullie om en om of allemaal tegelijk? Albi die had me verteld dat elke maand één wat kwam via de lift met een paar etensdingen. Maar het rare was dat Theresa al binnen een week naar mij kwam. We hebben hier vandaag ook Mino bij ons en daar ga ik ook wat vragen aan stellen. Mino, hoe heette de omgeving waar jullie waren? De omgeving waar we verbleven, dat heette De Laan. Hoe zijn jullie eigenlijk ontsnapt uit het labyrinth? Nou, toen Thomas Albi redde, toen had hij een zennetje in de grieven gevonden en die namen dus mee. En telkens dat we bij de grievenrol telkens dichterbij kwamen, toen piepte het steeds harder. En zo vonden we uiteindelijk de uitgang. Dus die griever was dood? Ja. Oké. Okay. Mino, wat was jouw taak in de laag? Iedereen had zijn eigen taken, maar renners, bouwers, koks, et cetera. En ik was eerst een renner en mijn taak was gewoon om de weg te vinden waardoor we uit het labyrinth konden ontsnappen. En ik heb gehoord dat jullie ook een plattegrond hadden gemaakt van het hele doolhof. Ja, want we hadden een klein stukje van het labyrinth hadden we al in het begin, alleen later vonden we nog een ander stuk erbij. En zo konden we uiteindelijk ontsnappen uit het doolhof. Tom, wat een fijn. We hebben hier vandaag ook Theresa bij het interview. Hoe was het om als enig meisje te zijn tussen al die jongens? Ik voelde me heel eenzaam, maar die jongens accepteerden mij uiteindelijk. En Thomas die beschermde mij. Oké, dat is mooi. Waar kwamen jullie terecht toen jullie uit de doolhof ontsnapt waren? We kwamen in een laboratorium terecht, met lichamen. En toen heeft Niels, die had de gun gevonden. En toen wou Thomas schieten, maar Chucky die sprong ervoor. Dus toen is Chucky dat gehad. En in het laboratorium, hè? Wat zag je daar? We zagen wetenschappers en spullen om ons te onderzoeken. Hoe zijn jullie gered uit het laboratorium? Ik kwam een leger binnen en die haalden ons uit het laboratorium. En toen kwamen we met de helikopter, dus gingen we naar huis. Toen waren we veilig. En Theresa, wat vond je van Thomas?
Ik vind hem heel leuk, jongen. Hij is sportief en aardig. En hij is wel cool. En Mio, wat vond jij precies van Thomas? Hij is dapper. En ja, dat had ik niet van hem verwacht eigenlijk. Want toen hij de dist kwam, toen zag hij er nog gewoon bang uit en zo. Go! En wat vind je van de reacties van alle anderen? Ik vind de reacties van de anderen wel aardig. En heb je ook nog wat voor hun om te zeggen? Ja, ik vond Albi vooral een goede leider. Hij nam iedereen goed mee en zo. Minho was een goede sportieve en positieve jongen. En Therese, ja, die was altijd wel aardig. Nou, dit was de eerste keer vandaag met de hoofdpersoon uit het boek De Meester. Ik hoop dat jullie allemaal ervan genoten hebben over hun verhaal uit de Doolhof. En dit was het voor vandaag. Tot volgende keer.